Mijn naam is Isbrand Ent en ik vaar Mini. Mini is een bootje van 6,50 meter. Ik ga het verhaal vertellen van mijn laatste race, van Les Sables naar de Azoren en weer terug. Les Sables ligt in de Golf van Biscay in Frankrijk. En daar ben ik op 350 mijl van het einde van de race. De terugweg ben ik op mast. Waar ligt die dan? Het ligt 350 mijl betekent in mijn geval 4 dagen varen. Waarbij ik vlak voor ik de Golf van Biscay binnenvoer op mast ben. In ongeveer windkracht 7, 25 tot 28 knopen wind. Waarbij het 2 grote golven waren. En ik had 3 reven in mijn grootzeil. En ik had een kleine spinnaker op van ongeveer 40 vierkante meter. Bij de tweede golf werd ik meegenomen met zo'n 17, 18 knopen. En werd ik in de eerste golf geduwd. Waarbij de boeg tot en met de mast onder water verdween. En de remmende kracht van die golf was zo groot dat ik van 18 knopen ineens terug werd gedrukt naar 4 knopen. Een hele grote golf, daar gingen we vol in. En toen hoorde ik de bakstag kraken. En die is niet gebroken of zo. Maar ik denk dat die 5 centimeter verschoven is. En toen zijn de mast krak. Nou, zo ziet dat eruit. Toen ik helemaal buiten was, lag de mast al voor de boeg in het water te bungelen. En het enige wat je op zo'n moment denkt is van, nou, ik moet er wel voor zorgen dat ik niet ook mijn romp kwijtraak, want dat is de enige overleving wat je dan nog hebt. Dus nou, daar ben ik mee aan de slag gegaan. Ik weet in feite niet wat ik allemaal gedaan heb, maar ik weet wel dat ik op een gegeven moment die mast aan de achterkant van de boot op de boot heb kunnen hijsen met het zeil er nog op. Waarbij de mast af en toe nog wel met de achterkant in het water stak en af en toe met de golf onder water kwam. Ik keek op mijn horloge en toen was het ineens 8:30. Dat ik om 5:00, want dat heb ik wel allemaal opgeschreven in mijn logboek, op mast ben. Wat ik allemaal in die 3,5 uur gedaan heb, daar heb ik geen flauw idee van. Maar ik weet wel dat ik na die 3,5 uur een evenwicht had gecreëerd. Nou, na 3,5 uur had ik het allemaal voor elkaar. Had ik de mast van de neus naar de zijkant naar de achterkant gebracht, aan de bakboordzijde van de boot. Ik had de spinhaken weer bij elkaar, ik had de lijn aan boord gekregen, ik had de verstaging aan boord gekregen. Alles was aan boord, alles was vastgebonden. En toen was ik op en toen dacht ik, slapen. Slapen en eten. Dus eigenlijk ook zo gezegd, zo gedaan. Ik had dat evenwichtssituatie had ik gecreëerd. Ik ben gaan eten, ik heb proteïnedrank genomen. Ik heb multivitamine drank genomen om wat energie te krijgen. En ik ben gewoon eten gaan koken, warm eten. En de volgende ochtend is het eerste wat ik ben gaan doen, is mijn lange afstandsradio repareren. Die antenne zat ook in de mast, evenals al mijn andere antennes, dus ik had niks meer. Ik had ook geen marifoon meer, ik had geen radarreflector meer. Ik was gewoon 3,5 meter mast en verder niks. Van het ergste wat ik ooit kon bedenken dat mij kon overkomen, was me overkomen. Namelijk in het midden op nowhere, je mast verliezen en het zelf moeten doen. Niemand die jou kan helpen om datgene wat er dan gebeurd is op te lossen. Ik heb zelfs de USB weer, of de LSB weer aan de praat gekregen. Heb ik nog wat lawaai. Ik hoor nu mijn naken radio. Hier. Om even wat harder zetten. Maar ik hoorde ook dat de achtste boot 480 mijl achter mij lag. Nou, dat is natuurlijk een enorm end. En wat ik ook hoorde was dat de begeleidingsschepen die meevoeren in de club, die lagen ook achteraan in het veld. Dus ik wist ook, nou ja, ik heb maar 2 keuzes, ik moet het zelf doen. Ik moet zelf aan de slag, ik moet zelf zorgen dat ik iets brouw, een noodtuig brouw. En ik heb de komende 2 à 3 dagen niemand die mij gaat helpen. Ik had gezien dat die nacht, had ik toch in 10, 12 uur, had ik toch weer 30, 35 mijl afgelegd. Met dat restantje mast wat ik dan had staan. Wat kan ik doen om daar meer zeil op te zetten? Toen ben ik met de resterende stukken val die ik nog had, ben ik een stukje mast gaan verstagen. Heb ik aan de voorkant heb ik een extra zeiltje bijgehesen, want ik had wel nog een boegspriet. Nadat ik dus die 2 zeiltjes erbij had gezet en die mast nog steeds in feite op deze wijze aan elkaar stond. Dit zijn het stukje mast en dit zijn de rest van de mast die achteruit stak.
dacht ik van ja, zo kan ik niet blijven varen. Ik moet zorgen dat die mast geheel aan dek komt. Nou, ik ben net zo lang bezig geweest dat ik dat voor elkaar had. En toen heb ik uiteindelijk de giek als een soort sprietuig schuin omhoog gezet. Dus dit is het restantje mast. Hier de giek, dat ik schuin omhoog gezet. En daartussenin heb ik restantjes grootzeil weten ja, te brouwen. En had toen een tuig wat toch gemiddeld zo'n 3 à 4 knopen liep. Dus was toch weer een knoop harder dan daarvoor. Dus daar was ik heel tevreden over. En je zou kunnen zeggen dat dit mijn tweede fase was van mijn noodtuig. Optimist als ik dan ben, dacht van nou, kan ik toch weer 100, 150 mijl per dag maken. Die 350 mijl waar we mee begonnen was al terug naar 300 mijl na de eerste nacht. Maar na de eerste 124 uur zat ik al onder de 200 mijl. Dus toen was ik alweer dichter bij huis. De derde dag kwam er ook inderdaad een begeleidingsschip langs. En toen was ik inmiddels op zo'n 140 mijl van de finish. En toen had ik inmiddels ook bedacht, maar ja, 140 mijl van de finish. Ik heb een tuig wat 5, 6 knopen loopt. Ik moet misschien wel in staat zijn om zelfstandig proberen te finishen. Het eerste wat ik ongeveer vertelde aan de schipper van dat begeleidingsschip toen ik langskwam. Nou, ik ga zelfstandig finishen. En hoe blij ik dan ook was. Het was een soort van begin van de laatste fase. Namelijk een groep mensen die, waar ik even tegenaan kon reflecteren, die eigenlijk zeiden, wat heb je een mooi tuig gemaakt. En waar ik samen tegen kon zeggen, oké, ik ga door naar de finish en zij zouden mij erop wachten. Nou, dat was precies wat ik nodig had en precies wat ik gebruikt heb om terug te varen. En zo heb ik de laatste 140 mijl gevaren. Die nacht kreeg ik ook nog storm over me heen. Het was woensdagavond. Kreeg ik storm over me heen. Storm betekende in één keer 6, 7. Nou, dat tuig hield het. En ik heb ze op een gegeven moment in de nacht zijn ze van me weggevaren. Heb ik ze zelfs opgeroepen op de marifoon. Ik vaar 6,7 knoop op dit noodtuig. Nou, dat was natuurlijk geweldig. Ik kon zelfs glijdend van golven af. En eigenlijk ging dat hartstikke goed tot zo'n 20, 25 mijl van de finish. En toen was in één keer de wind op. En over de hele laatste 28 mijl heb ik van vrijdagochtend 2 uur tot vrijdagmiddag 4:30 gedaan. Er was geen wind, ik ging 1 à 2 knoopjes per uur. Maar ik dacht, ik ga gewoon door naar de finish en ik ga dit redden. En dan in Frankrijk gebeurden gekke dingen. Op 2 mijl van de finish komen er ineens uit alle hoeken en gaten komen gewoon boten op je af en die gaan met je meevaren. En gaan klappen en gaan je vertellen hoe bijzonder het is geweest dat jij dit hebt gedaan. Nou, dat is kippenvel. Want je weet helemaal niet dat er heel veel communicatie is geweest tussen het begeleidingsschip en de wal. En dat de begeleidingsschipper heel trots is op wat hij daar heeft gezien. De spirit die je hebt getoond, het juryrik, het noodtuig wat je hebt gemaakt. Dat was iets bijzonders. En dat heeft hij verteld aan de racecommittee in bewoordingen waarbij hij zei, ja, hier wordt nu historie geschreven. De manier waarop deze jongen dit noodtuig heeft gemaakt, is iets wat we ter hand moeten nemen, wat we ter harte moeten nemen, wat we foto's van moeten maken, wat we op moeten schrijven. Want dit is iets wat we niet vaak hebben gezien. En dat leidt in Frankrijk dan tot gewoon een soort van gekte, waarbij er allemaal mensen met boten uit die haven komen, die het moet komen varen en meevaren de laatste 2 mijl naar de finish. En die groep groeit en groeit en voor mijn gevoel zijn het dan uiteindelijk tientallen schepen, misschien zijn het er uiteindelijk 15 of 20 geweest. Maar als je uiteindelijk de finish overvaart en je finisht en alle schepen om je heen die toeteren en die juichen en die klappen en je vrouw komt 5 minuten later aan boord en het wordt gefilmd en gefotografeerd en weer geklapt en gejuich. Dat is onwaarschijnlijk kippenvel. Dat kan je eigenlijk niet met woorden beschrijven. En daarna word je dan de haven ingesleept met je noodtuigje. Er staan mensen langs de kant weer te klappen. Auto's die toeterend langsrijden. Spandoeken met Bravo aan de zijkant. Het is ongeveer een mijl die je daar de haven in vaart. Ja, onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk kippenvel. En dan kom je aan uiteindelijk op de plek waar je neergelegd wordt. En dan staan de andere schippers en die staan te klappen. En dan is er bier en applaus en sta je te trillen op je benen als je af mag stappen van je boot. En zo kom je na 9 dagen vanuit de Azoren, kom je dan aan met dat halve mastje. En dan ben je thuis.
En dan zijn er tranen en dan, dan kikt erin wat je eigenlijk hebt gedaan. En dan, dan weet je eigenlijk niet wat je moet zeggen om onder woorden te brengen wat je daarin hebt beleefd. Back into your